Sniggy the Battle is net geweest. Ik heb het nog steeds een beetje... Wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het wel nice, maar ik moest even inkomen. Gewoon even een paar dingen dat ik denk van een beetje te snel in het begin. En dan pakte ik hem weer op. En ja, dope man. Vitaal ook wat hij bracht. Bars. Hou ook van, je weet toch. Ik denk dat het een goede mix is van bars en jokes. Dus. Want Vitaal is eigenlijk de bars over jokes. En jij hebt altijd gezegd jokes over bars. Was het moeilijk voor iemand voor te bereiden die dan toch het heel anders dan jezelf aanpakt? Ja, nee man. Dit is gewoon een clash van styles, weet je. Waar een week van tevoren. En nou ja, goed. Weet je wat ik net deed? Ik probeer gewoon zijn agressieve bars een beetje af te breken. Door gewoon te zeggen, joh, wat ben je nou aan het doen, man? Weet je wel, met die houding. Ja, ja. En ja, dan is een kwestie van smaak, man. Waar je dan voor kiest. Zonder veel te verklappen moet ik zeggen dat er wel heel veel vuur was in deze battle. Denk jij dat jij kan zeggen wie het heeft gewonnen? Ik moet het echt terugzien. Ik vond Vitaal echt fucking... Weet je wel, ik heb mijn shits al zo vaak gehoord. Dus dan, alles wat je van een ander hoort, denk je dan, ah, shit, dope. Ik denk qua bar sowieso, hij deed hem 3 rondes. En ja, qua clowning, ik denk niet dat kan overdreven, sowieso niet. Dus. Ja. Nou, bij je vorige battle heb je eigenlijk al laten zien dat je back with a vengeance, zeg maar. En die lijn ben je in deze battle ook wel aan het aanhouden, zeg maar. Is er iemand waarvan je denkt, oké, jou wil ik van een bepaalde troon stoten of jou wil ik even vernederen ofzo? Nou ja, gewoon niet van zijn troon stoten, maar ik vind eerste keuze een stijl vind ik gewoon lauw. En daarom zou ik gewoon tegen hem willen battlen, zoals ik net ook zei. Ja man. Hij is op zoek naar iemand voor een 2 tegen 2 met hem en Terry. Ik wil gewoon one-on-one eerst. En Sancho zegt van, hé, weet je toch, 2-on-2. Maar ik bereid me bij hem vooral voor op een one-on-one. En okay. Moeten checken, 2-on-2 zou ook nog kunnen. Keus, Sniggy. Make this shit happen. Hé, hey, bedankt man. En till the next time, man. Ja toch? Ja toch?